Yes, hallo iedereen van de triade, welkom en we gaan vandaag een lekker lesje TikTok doen. Hey, ik denk dat jullie de vorige wel van mij hebben gezien. Deze is net even wat, ja, ik denk net even wat makkelijker. Ik ga er ook een opnemen, die is heel wat lastiger. Je kan natuurlijk met dit filmpje, kan je het lekker terugspoelen en dat soort dingen. Dus neem je tijd er vooral mee, denk niet, oh ik moet het in één keer goed hebben. Al kijk je het 4 keer terug, dan heb je gewoon ook, weet je wel, dat maakt niet uit als je het dan maar krijgt. En ik denk dat dat voor alles wel lukt. Deze is dus net even wat makkelijker. En we gaan gewoon meteen beginnen. We houden het lekker kort. En dus nogmaals, spoel terug als je het even iets niet begrijpt. En dan komt het goed. Ja? Oké. Okay. How we start is, we stappen naar rechts. Met je voeten. 1, 2. En dan gaan we naar links. En terug. Komt jij. 5, 6, 7. Here we go. 1, 2, 3, 4. Nou, het pasje kennen jullie wel waarschijnlijk. Hier gaat het met jou. Gooi weg. En... gooi weg. En. Nou, dit noemen wij in de hip-hop noemen we dat een bounce. Dus je krijgt 1 bounce en 2 bounce. Dus je krijgt een beetje een soort, ja, alsof je een soort ski-piste afgaat. Dan vlieg je even en dan klap je neer. Dus je krijgt een omlaag, omhoog, doef. Omlaag, omhoog, doef. Dus dat wil je hebben. Ja, we beginnen met links. Rechts, rechts. 5, 6, 7, 8. 1 en op, en links en op. Dus dat doen we 2 keer. 5, nog een keer. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. En je ziet het al. Ik sla weg met de overgestelde handen. Dus als ik met mijn rechterbeen ga stappen, ga ik met mijn linkerhand duw ik het weg. En andersom. 1, 2. Dus met mijn rechterhand, met mijn linkervoet. Komt ja. 5, 6, 7, 8. Hey, op, hey, op. Dat kan je doen met een vuist. Dat kun je ook doen met een open hand. Dat maakt eigenlijk niet zoveel verschil. Net wat jij leuk vindt. En dat is eigenlijk ook het leuke aan TikTok. Het is een beetje een bepaalde pasje zit erin. Maar jij kan er zelf van maken wat je wil. Je ziet ook. Iedereen heeft een heel ander dansje er altijd van. Dat is juist tof. Ja? Dus ik geef je de basis. Maak er zelf van wat jij wil. Maak het je eigen ding. Ja? Komt ja. 5. Laatste keer. 6. 7. 8. We gaan. 1. 2. 3. 4. Let op. Ik ga naar voren leunen. En ik wijs daarvoor met mijn linkerhand. 5. 6. 7, 8, wijs naar voren. Dan draai ik naar achter. Dus ik leun naar achter. Met mijn handen draai ik om elkaar heen. En dan doen we een dice roll. Stop. Dus dan leun ik weer naar voren. Dus mijn lichaam gaat wijs. Dan rol ik naar achter. Ga mijn knieën dus ook naar voren. Boom. En dan doen we een dice roll. Nou, die dice roll die hebben we al heel vaak gedaan. Maar ik leg hem toch nog even uit voor de mensen die de eerste keer dit zien. Wat je doet is, je stapt naar achter met whatever been je wil. Ja, dit maakt niet echt uit. Ik stap naar achter met mijn rechterbeen. En mijn linkerbeen komt naar voren. Ja, dus ik sta eerst op de bal van mijn voet. Ja, dus dat is het voorste deel. Je tenen en een beetje het stukje daarvoor. En dan ga ik naar voren met de andere voet. Ja, komt ja. 5, 6, 7, 8. Boom, boom. Dus het is een soort hopje. Ja, nog één keer. 5, 6, 7, 8. En step. Natuurlijk is het ook helemaal prima om je voeten staan dicht. Gewoon een stap naar voren te doen. Maar het is net even dat extra detailtje met die ball change heet dat. Ja? 5, 6, 7, 8 ball change. Oké, dan is het volgende ding ons lichaam. Ja? Met eigenlijk het idee wat we hebben is alsof je onder iets doorbuigt. Ja? Alsof je onder iets doorbukt. Dus je gaat zo hop en weer naar voren. Ja? Dus je leunt even naar voren zodat je onder iets door kan gaan. 5, 6, 7, 8 en hop. En dan stap je je voeten gewoon weer bij elkaar. Nou, dan hebben we natuurlijk nog waarom het de naam dice roll heeft. Dice betekent dobbelsteen. En roll betekent nou, rollen. Dus je hebt een dobbelsteen en die heb je in je handen. Net zoals we Yatse gaan spelen. Of Monopoly of whatever. En dan ga je zo schudden in je handen. En dat doe je terwijl je die stap doet. Dus je krijgt en stap. Ja? 5, 6, 7, 8. En stap. Gooi. En dan gooi je dus die dobbelstenen. Maar je hoeft het niet altijd te doen. 5, 6. 7, 8, step, boom. Oké, okay. Dan mijn andere hand, dus je passieve hand. Wat ik daarmee doe, is ik pak eigenlijk vaak mijn broek vast, maar je mag ook naar voren. Net wat jij het prettig vindt. Maar jammer, doe daar wel iets mee. Het moet niet een soort slabbertje zijn, want dan ga je daar naar kijken. Maar dat is eigenlijk niet waar je naar moet kijken. Je moet naar de dobbelstenen kijken. Komt ja, voor het begin gaan we helemaal. 5, 6, 7, 8, we go 1. En 2, let op, we wijzen naar voren, we rollen naar achter, we doen een dice roll naar voren. 5, 6, even wat sneller. 1, en 2, en wijs, roll en dice, roll. Goed, cool. En dus op het einde
Je stapt hem eigenlijk gewoon dicht. Dan kan je dus die dobbelsteen gooien. Je mag ook klappen, whatever je wil. Ja? Daarna gaan we de wow doen. Oké? Okay? Dus we hebben de duizel gedaan. Dan staan we de voeten dicht. En we doen even een wowtje. Ja? Zorg dat je goed schudt. Boom. Oké? Okay? Dan gaan de armen buit. En gooi over elkaar heen. 5, 6, 7, 8. Wow. Klaar, klaar. Ja, dat zijn twee tikjes. Dus het is tikje, tikje. Oké? Okay? Dan met je hoofd ga je mee. Dus mijn hoofd gaat op mijn linkerschouder liggen. Terwijl ik mijn handen open doe. En als ik hem dan gooi, mijn handen, dan gaat hij weer normaal. 5, 6, 7, 8. Klik, klak. Ja? 5, 6, 7, 8. Hey, hey. Let op. Met mijn voeten, we staan natuurlijk dicht. Ik ga leunen naar links. Ja? Mijn rechterknie moet dan omhoog. Zodat ik wat meer een soort tegengewicht heb. Dus eerst gaan we leunen. Dan blijft ze staan. En dan ga ik met mijn hele lichaam ga ik die kant op. Dus dan moet ik gewicht tegen hebben. Daardoor trek ik die knie omhoog. 5, 6, 7. Here we go. Klik. Dus mijn lichaam is naar links. En dan gooi ik rechter knie omhoog. 5, 6, met de wow. 7, 8, we go. Wow. En klik, klik. Ja, en deze combinatie zie je heel vaak. De wow en dan die. En probeer het dus heel klik, klik. Ja, dus je wil echt heel snel, snel. Dus of het twee plaatjes zijn als daar. Ja, vanaf het begin. Komt ie aan. 5, 6, 7, here we go. Up and 2. Op, we wijzen naar voor. We rollen rond. Dice, roll en wow. Klik, klik. Goed. En je trekt de knie niet helemaal omhoog. Hij gaat niet helemaal de lucht in. Hij is gewoon meer, je tilt hem gewoon even op. Ja? Oké, okay, wat we dan doen is, een pasje wat ook vaak gebruikt wordt, is je zet je handen gewoon een beetje, je ellebogen tegen je lichaam aan. En je handen, die zijn ongeveer op schouderhoogte. Ja? Oké, okay, alsof je iets heel vies vindt. Ja? Wat we doen is, we stappen naar voren met ons rechtervoet. En we duwen met die schouder. 5, 6, 7, 8. 1, gooi door. 2, gooi door. Ja? Dus ik met mijn voeten, met mijn rechtervoet in dit geval. Ik zet hem neer op de grond. Dan hou ik eigenlijk mezelf even tegen. En dan doe ik een grote stap waardoor mijn lichaam gewoon kan bewegen. 5, 6, 7, here we go. 1, 2. Let op, nu doen we niet hetzelfde pasje. Maar we doen alsof we een waterval hebben. Boom, en die gaat zo over ons lichaam. Ja, dus we krijgen dat stapje. En waterval. Let op, dan doe ik een soort body ripple. Dus ik doe mijn kin naar voren, borst naar voren, buik naar voren. En dan ga ik zitten. Ja, dan krijg ik een soort golf in mijn lichaam. Terwijl ik dat doe, heb ik dus gewoon open handen. En die gaan gewoon zo langs mijn lichaam terwijl ik die golf doe. Komt ja, vanaf het pasje. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Let op, we gaan door. We krijgen cross, open. Ja? Dus ik sta deze kant op. Nu draai ik de andere kant op. En dan ga ik 1, 2 doen. 5, 6, 7, 8, 1, 2. Let op, mijn lichaam gaat meebewegen. Dus ik leun naar voren en ik leun naar voren. Dus iedere keer als ik sla, leun ik naar voren. Als mijn handen weer afgaan, dan ga ik naar achter. En dan sla ik weer. 5, 6, 7, 8. We go 1, we go 2. Kijk, vanaf de wow. 5, 6, 7, 8. We go wow. Klik, klik. En hey. En waterval. 1, 2. Let nu op. Ik zet mijn rechterbeen achter mijn linkerbeen. Beetje hetzelfde als de duizel. Boom, boom. Ja, dus ik wissel mijn voeten gewoon om. Ik heb mijn rechtervoet naast mijn linkervoet. Linkervoet staat over. 5, 6, 7, 8. Boom, boom. Dat heet dus een ball change. Dus je stapt de bal van je voet. En dan change je welke voet voor staat. Oké? Okay? Goed, we gaan hem doen vanaf dat stapje. 5, 6, 7, here we go. 1, gooi door. Waterval. 1, 2. En gooi hem weg. Dus we doen het al gekruist. Open. En dan gooien we langs ons linkerheup. Gooien we zo het weg. Ja? Komt ja, vanaf het hele begin. Kijk of jullie het al willen onthouden. 5, 6, 7, here we go. 1, 2, 3. Voor, we wijzen naar voor. We rollen naar achter. En we stappen naar voor. And we go. Wow. Klik, klik. En pasje. En waterval. Cross. Open en gooi weg. Oké, okay, nou zie je. Ik zet mijn voeten naast elkaar. Wat je daar kan doen is, je mag of je doet het stapje over en dan springen de voeten gewoon samen. Of je doet het stapje over en dan stap je ernaast. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Net wat jij leuk vindt, ja? Net zoals wat ik in het begin zei.
Goed, dan hebben we dat gedaan. Meteen, als je die voeten gesloten hebt, gooi je een soort balletje de lucht in. Doe je de wow. Maakt niet uit hoe je hem doet. Dan doe je hem zo, dan doe je hem zo, dan doe je hem hier. Dan maakt niet zoveel uit. Je doet gewoon de wow. En heb je weer dat klik, klik. Ja, dus dat is dezelfde combinatie. Maar dus even op een later moment. Dus we krijgen 1, 2, gooi, omhoog, wow, en klik. Oké, we gaan vanaf het begin. Dus we hebben nu het hele dansje gehad. Ja, daar eindigt het. Dus we gaan het even één keer oefenen, slam, en dan doen we het meteen de muziek. Eén keer slam, en dan één keer snel. En dan is het alweer klaar, jongens. Heel goed, komt ie aan. 5, 6, 7, here we go. 1, 2, wijs naar voren, wijs. Roll and dice, roll and whoa, en klik, en boom, en waterval, hey, hey, en gooi hem weg, boom, klik, klik. Oké. Komt ie op muziek. We doen hem maar 2 keer snel. Ik vind dat misschien wel beter dan 1 keer slow. Hij is niet heel snel, dus dat gaat lukken. Oké. Komt ie, hey, en gooi, gooi, wijs. Daar is er al, boom, klik, klik, hey, wow, hey, hey, gooi, op, boom. Komt u weer. 5, 6, 7, 8, here we go. Hey, hey, en wijs, rop, hey, hop, hey, hey, boom, en waterval. Tja, tja, boom, op, boom, ka. Okay. Heel goed. Nou, ik hoop dat dat gaat lukken. Het dansje, het liedje, is van Chris Brown. Ja? Dus als je die wil opzoeken, het is van Chris Brown. En dan kan je het vinden op TikTok. Ik hoop dat dat allemaal is gelukt. En nou, ik zie jullie graag de volgende keer. Doei doei!